Hier. Ja, eens even kijken. Doosje aan de kant, nog een doosje aan de kant. Eens even kijken. Als het te koud wordt voor je, dan doe je maar even weer omhoog. Ik wist niet eens dat ik hier mocht rijden. Ja, maar dan moet ik niet in. Kan je er langs? Hoe dan? Hoe dan? Dat wist ik niet. Goedenavond allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 15 november 2023 en het loopt nu tegen 6:30 aan. Ja, het loopt tegen aan, ja. En wij zijn dus nu in de Action, zoals jullie kunnen zien. Ja, en we openen hem laat, ik weet het, heel erg laat. Maar kijk, het maakt niet uit. Wij hopen wel dat we weer een leuke vlog gaan maken. Vast wel. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik had wat gezien, maar dan moet ik even kijken waar ze die hebben. Eens even kijken. Eens even koekeloeren. Kijk, hier. Ja, eens even kijken. Doosje aan de kant. Nog een doosje aan de kant. Eens even kijken. 25 euro's. Dat is wel heel mooi. Maar kijk, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. 25 euro, schat. Oh, bijna gaat. Huh? 40 euro gekregen. Ja, dag. Doei, maar de koekoek jij. Gek. Ja, hey, schat. En niet iedereen hoeft te horen en weten wat ik allemaal heb en gekregen, hè? Nee, ja, dan moet je ook wel bij me lopen. Ja, precies dat. Ja, ja, is fijn met je. Ja, echt klaar. Fijn. Niet iedere keer van die grapjes maken. Klaar. Nergens voor nodig, bro. Nee. Precies dat, ja. Moet eens een keertje normaal doen tegen mij, ja? Normaal doen tegen mij. Normaal doen tegen mij. Die zangkoek, toch? Ja, precies. En waar zullen we zijn? Waar zullen wij nou weer zijn? Nou. Volgens mij kunnen jullie nu alweer raden. 3, 2, 1. Ja. Precies dat. Wat is dit? Staat er niet eens op wat het is. Er staat niet eens op. Het is al een euro, maar... Ik weet het niet. Dit is sowieso denk ik een kaasbroodje. Voor een euro. Ja, ik weet niet wat het is. Jij bent er bespillen. Huh? Dit weet ik niet. Dus, ik had wel nee. Nee. Ik had wel nee. En er zit, dit is bacon volgens mij, schat. Kijk dan. Bacon. Kijk dan eens. Ja, weet volgens mij ham, weet ik het? Nee. Ik weet niet of ik heel goed zichtbaar ben, maar nu wel. Maar we gaan even checken, jongens. Want Roderick heeft namelijk zin in een Burger King. En als je dus richting Rotterdam rijdt, heb je dus ook een Burger King. Ja. Hè? Huh? Ja, maar dit is richting Rotterdam. En dit is dus stop 1, zeg maar. En hoe ik nou rijd, ik kan gewoon rijden hoor, met het lampje aan. Ik zou het niet aanbevelen, maar ik kan gewoon kijken, zeg maar. Maar Rodi heeft gewoon zin in een Burger King. Dus, maar voorheen... kon je hier niet contant betalen. Moet je hier dus alleen maar met pin doen. En als je dus weer terug gaat vanaf Rotterdam naar Den Haag, daar kan je dus wel contant betalen. Dus ik wil even de proef op de som gaan nemen. Om te kijken
Oh, heerlijk. Zo, dat is veranderd hier. Ja, oké. Okay. Dat moet je ook maar net weten. Lekker zichtzaam, hè? Zo. Maar dat moet je ook maar net weten. Dus nee, maar dan zeg ik, ik ga even de proef op de som nemen. Of je hier inderdaad met pin moet of met contant. Dus ik ben benieuwd. En Ro ook eigenlijk wel. Maar we denken niet in dat dat is veranderd. Dat denk ik ook niet. Maar we gaan het wel testen of je hier gewoon weer met contant kan betalen. Of het niet, of wel, ja, wie wat waar. Ik ga eerst gewoon vragen of je hier contant kan betalen. Ik had een vraag. Kan je hier ook weer contant betalen? Ja hoor. Oké, wat en wat wil jij, schat? Deze mee. Ja, even. Ik wil graag een dubbele cheeseburger zonder agurk. Ikzelf de gewone. Ja, alleen de burger? Ja, alleen burger, broodje. Alleen inderdaad aan de burger, ja. Ja, anders nog niet? Nee, dat was hem. Zonder agurk, hè? En zonder de groente, hè? Zonder agurk, ja. Ja. Oké. Okay. Door de restaurant. Top, dank je. Nou. Zo, we hebben de proef op de som genomen. Hey. Waarom? Die ene keer. Waarom zoals gewoonlijk? Vertel. Ik heb altijd gelijk. Nou, dat is ook niet waar. Er zijn twee regels. Regel 1. Karin heeft altijd gelijk. Regel 2. Als Karin geen gelijk heeft, treedt regel 1 in werking. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar wat hij zegt. Dat is helemaal niet waar. Hi. Bij 5 euro. Ik ga eens even kijken. Ja, 4,95 euro. Ik krijg 5 en 5 cent weer terug. Zo. Kijk eens. Alsjeblieft. Maar sinds wanneer kan je hier dan weer contant betalen? Alweer een tijdje. Ja, zit nou, ik wou net zeggen. Ja, maar alsnog moet je omrijden. Nee, nu heb je broodje al. Hè? Nu heb je het broodje al. Yes. Dankjewel. Ik heb het bonnetje erbij. Ja, bonnetje. En maar dit is oud, hè, nog, hè, dit hier, hè. Is het brandje? Ja. Dit is nog oud, jongens. Ik vind het zo mooi. Dit. Ja, dit vind ik nog zo mooi. Dit is nog echt ouderwets, dit. Dit is nog ouderwets. Ouderwets. Ja, en dit kan je alleen maar zien in Delft. Ja. Hartstikke fijn. Hartstikke mooi. Hi. Dankjewel. Werkt ze nog? Dank je. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. En nou gaan we kijken voor mij ergens. Waar weet ik niet. Maar dat komt ook wel goed. En Rodi mag gewoon al lekker alvast gewoon gaan eten. Dat vind ik helemaal niet erg. Die jongen heeft het verdiend. Dus Ro gaat nu even lekker eten. En daarna ga ik eten zoeken. Ja, precies dat. Eet smakelijk, hè? Goed, hè? Smakelijk eten. Proeven. Ik heb een halve cheeseburger weg. Nee, joh, man. Hij is heel droog. Dat is lekker. Ja, voor jou ja. Niet zo'n druipende. Oh, niet dus. Dat vind je altijd lekker. Dat vind je altijd lekker. Zo'n druipende, nee. Echt wel? Nee. Niet dus. Maar wel lekker. Was je weer aan toe? Mm-hmm. Dat is mooi. En die mosterd is een beetje te veel, zeg maar. Ja, maar daarom neem ik het hier ook niet, want ik krijg daar een vette dumping van. Mm, lekker, lekker. Met mosterd. Ja. Nee, joh. Mm-hmm. Ik wist niet dat je het zo lekker vond, hè? Mm-hmm.
Ja. Daar knap je van op, hè, jij? Ja. Elke dag maar een BK'tje. Wat? Je beeld. Toch wel? Ja. Want? Ik loop een schrokborst. Oh. Mm. Oeh, lekker. Ja, 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 ja. Nou. Alsjeblieft, hoor. Alsjeblieft. Nou, even een tip van mij. Als je naar de Burger King gaat, ga je eerst even langs de supermarkt om iets te drinken te halen. Ja, precies. Dan ben je... 2 euro per liter. Dan ben je er goedkoper uit. Hmm. Oh, maar rustig drinken, rustig. En dat is wat je moet leren. Rustig drinken. En eigenlijk, wil ik eigenlijk een challenge met jou aangaan. Ja. Dat je een half uur voor het eten wat gaat drinken. Dan eten. En pas na het eten een half uur wachten. En voordat je weer gaat en gaat drinken. Wat heb je daar nou aan voor challenge? Heel veel. Niks. Jawel. Geheid. Heel veel. Echt wel. Dat is dat. Ja, dat is fijn. We staan dus nu lekker bij de McDonald's in Delft. Yes, een keer wat anders. Ik heb dus een dubbele cheeseburger. Ik een enkele. En ik heb hier dus namelijk... 5 en 9 graden. Ik heb hier patatjes. En dan mag Ro even gaan filmen wat ik dus nu ga doen. Mag Ro dus even gaan filmen, maar hij vindt weer drinken belangrijker. En dan die camera vast gaan houden. Ja, wat ik dus ga doen... Ik heb het nog en al nooit eerder geproefd. En ik heb het gezien en bij Brit uit mijn hoofd, als ik het zo goed zeg. Brit. Dus, maar Brit die deed het zo. En die deed patatjes erop. Dan hebben ze een dubbele cheeseburger. Dan kan het wel. Ja, maar ook gewoon bij jou. Nee, het is een enkele cheeseburger. Ja, dus? Er zit niks tussen. Tuurlijk wel. Tussen de burger. Er zit maar één burger in. Ja, dat maakt niet uit. Kan niet tussen de burgers dus. Nee, maar je kan het ook gewoon op je burger doen, Ro. Ja, erop. Ja, dat is lekker dan. Zo. En dan zo. En dan ga ik eten. Proberen. Kijken of het smaakt. Heel apart. Ja, maar wel lekker. Wel lekker. Ja. Lekker, man. Lekker dan? Ja! De McFrietjes. Ja! McFrietburger. Dat is lekker, man. Dankjewel, Brit. Als ik het... Ja, toch? Ja. Ah! Mmm! Nog wat extra frietjes erbij, maar het extra lekker. Mmm! Hoe dan? Hoe dan? Dat is echt lekker. Nee, probeer. Probeer. Nee, gewoon een paar even gewoon en tussen je burger doen. Ja, maar gewoon even. Doe gewoon even dus eentje ertussen. Gewoon eventjes een beetje openmaken. En zoals ik het ook net deed. Juist, hè? Nou. Niet voor jou alleen. Oké, top. Ja, alleen het is even wennen, maar... Ik vind het wel lekker. Ik kan lekker wel. Yummy. Mmm. Mmm. Ja? Waarom niet? Zonder vind ik hem lekker. Ja. Nou, de stuur is normaal. De motor is op sport. Prima zeker op 1, eco, etc. Dan ga je nu kijken hoe je nu de wagen vindt rijden, zeg maar. Mm-hmm. Rijdt hij dan beter voor jou? En dan gaan we terug met de stuur op de sport. En de motor op sport. Het staat allemaal op normaal, toch? Ja. Volgens mij op eco.
stuur is nu iets handbaarder voor jou. Ja, maar ik glijd weg. Je glijdt weg, oké. Okay. Het is hier een beetje vochtig. Ik hou het in de gaten. Ik glijd weg. Nee, oké, okay, dat is niet handig dus. Maar dat komt ook omdat ik een hele scherpe bocht nam, hè? Ja, oké, okay, maar nou even kijken. Dus ik ga het even recht toe, recht aan filmen. Dan gaan we daar naartoe en dan ga ik ook nou de stuurinrichting op sport zetten. En dan terug en dan een, even kijken of je nou nog steeds daarop staat. Ja, check. Hou maar even vast, hou nog maar even vast die camera. Daar is eigenlijk, hou nog maar even vast die camera. Gewoon je hand houden en naar mij filmen. Met één hand. Normaal dan moet ik deze met twee handen doen. Gewoon heerlijk dit. Want anders dan zie ik die dashboard. Maar dat is gewoon nog wennen voor jou hoor. Normaal hier, dan moet ik hem met twee handen vasthouden. Ja, echt? Ja. Dat is echt weer normaal. Hij stuurt wel even iets zwaarder, maar dat is gewoon wennen. Betere weg. Zo! En hoe? Eigenlijk heb ik zoiets van, ik ga even ergens stoppen, dan kan jij even rijden een stukje. Nee. Dat is aan de kant, kom. Zo. Check. Je merkt niet eens dat je zo hard rijdt. Daar is ik al, dit moet dus ook gewoon hier. 145 hoor. Ik weet niet. Ja, maar ook dit kennen we gewoon op de Nederlandse
snelwegen gewoon, gewoon hetzelfde invoeren als, als Duitsland. Waarom niet gewoon lekker hier en hier ook invoeren, weet je? Hier, huh? Ja, dat rijdt allemaal dan lekker door. Laat dit maar lekker langzaam rijden, maar niet achter een vrachtwagen. Gewoon hobbeltje. En je merkt niet eens dat. Ja, je rijdt, maar. Als je inderdaad zo'n poort doorgaat, dan. Rijdt je ook in de stad rustig en beter? Nou, dan ben ik ook even kijken wat hij er aan toe gaat, ja. Bijna tegen een auto aan. Doe ik zo. Jammer, joh. Dat tegenwoordig wel vaker, hoor. Dan is het tenminste duidelijk. Net zoals in Duitsland moet je dat ook tegenwoordig wat vaker doen. Ja, en mijn verbruik is nou wat meer, maar. En ik snap niet waarom ik nog nooit een bekeuring heb gehad in bijna 2 jaar dat en dat ik mijn rijbewijs heb. Want ik behaal snelheden. En dan word je gewoon eng van, af en toe. Wat? Trajectcontrole 80 km per uur. Hoe zei dat? Af en toe word ik er wel eng van, ja. Waar dan? Niet altijd, maar af. Waar dan? Word ik er eng van. Nee, maar wat dan? Dan word ik daar eng van, zoals jij net zei. Ja, joh. Zo, kijk hier, je hoeft dit niet hier. Steden. Hij deinst weer terug. Ja. Zo stevig. De wegligging is ook goed, moet ik zeggen. Zo, sturen, top. En jullie krijgen nou ook gewoon een bekeuring op de deurmat. De Rijk. De Nationale Nederlanden. Einde trajectcontrole. Komt er nog zo een aan. Wat is er aan de hand dan?
is dan toch geen ding meer. Geen trajectcontrole. Jammer joh. Dat ik dat weet, hè, dat er nou helemaal geen trajectcontrole meer is. Dat is nou leuk. Ik rij hier gewoon bijna verdorie de 100. Dus je rijdt nog harder. Hoe dan? En hun mag maar 20 km per uur nog harder. Ik dacht 30. Ja. Rustig. Zo, windje. Beetje blaas. Nee, ze gaan die kant op. Staat in. Okay. Ga ik dat rondje weer even doen en dan zo naar huis. Even kijken hoe die daar rijdt over de trambaan en alles heen. Hij rijdt echt een stuk fijner, moet ik zeggen. Wat? Met winterband. Steeds op de modus wat ik wil, want ik sta daar gewoon weer op de D, zeg maar. Ja, die heeft een D en een S. En de E heeft weer een eco. Eeuw, hij is lekker zwaar. Dat is de S. Ik zal ze vanaf daar hier namelijk naartoe schieten. Kan ik nou weer even? Dat kan ik dus nu. Dat is leuk. Ik kan reffen. Kon ik in het begin niet. Reffen, bro. Alleen ik reed naar achteren, omdat het dus een helling is. Ja. Maar je kan toch ook zo rijden, zo? Ja, kan dat. Dat denk ik. Alleen binnendoor, dat is het enige. Alleen binnendoor, dat is het enige. Ja, maar iedere keer rij ik zo, maar ik wil nou een keertje... Zo rijden. Niet tussen. Wat bedoel je? Wat? Daar mag je niet in, ja, daar wel. Nee, wel? Ja, wel, hè? Maar daar mag je niet in, daar wel. Ja, dan krijg ik een beetje garage uit. Nee, dat vind ik eng. Ja, maar door. Hè? Nee, dan maar door. Want? Ik ben graag daar. Maar dan niet naar links, dat is het enige. Als het te koud wordt voor je dan, en dan doe je maar even weer omhoog, hoor. Ik wist niet eens en dat ik hier mocht rijden. Dat is een parkeergarage. Ja, maar dan moet ik niet in. Nee, dat is langs. Kan je dat langs? Ik ben langs. Hoe dan? In de garage moet je niet altijd zijn. En gewoon langs. Hoe dan? Dit wist ik niet. Nee. Dit is voor het eerst en dat ik hier rij. Met mijn auto. Het is wel heel gaaf hier, hè, zo.
Zo gaaf, hé. Helemaal belicht. Helemaal belicht, oké. Waarom ook zo rijden dan zo? Kun je zo rijden? Dat kan niet. Waarom niet? Moet ik hier naar rechts? Ik kan hier wel langs rijden. Maar daar kun je rijden, niet hier. Hier wel. Ja, hier wel, ja, maar over de trambaan. Dat kan je dan wel, maar niet daar. Dat wel. Nee, dat snap ik ook wel. Dat zeg ik ook. Wat een werk moet je hier insteken, zeg. Ja, naar de kerstkant weer eraf. Meer werk. De tuintjes. Dat is allemaal handwerk. Nee, joh. Kijk dan, hè. Bert, het is jammer dat je daar en daar gewoon niet langs kan rijden ook, hè? Je kan langs rijden, niet. Dat is met de auto. Tuintje kan het niet. Gaaf, weet dit. Trammetje kan wel. Fietsje kan wel. Kijk dan. Nee, maar naar huis dan. Nee, joh. S'avonds. Vind ik eigenlijk nog grappig. Ik wou eigenlijk de kapot. Mag dat van jou? Maar misschien dat jij dat weet, want van de week wou ik dat doen, maar mag je daar die en die straat in rijden? Ja. Ik wou dat van de week doen, alleen toen stond alles qua auto's deze kant op. Museumkwartier, dat is ook laatst zo neergezet daar. Museumkwartier. Oh, de trambaan heen. Helemaal goed. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.